u ziet dat Go Ahead Eagles en FC Volendam gehuld zijn in witte shirts. En op die shirts een steunbetuiging. Duidelijk is dat het leed, zowel in Deventer als in Volendam, natuurlijk ontzettend groot is. Na het treurige, trieste nieuws van gisteren. Het overlijden van het nog heel jonge zoontje van Mitchell Michaelis. Om stil van te worden, de leegte van de Adelaarshorst. Het verdriet dat tastbaar is, zichtbaar is. Het gezicht van bijvoorbeeld Veldmaten. Die zich moet herpakken. Omdat er weer gevoetbald wordt. Een van de belangrijkste bijzaken in het leven. Een bijzaak die uiteindelijk altijd tot afleiding leidt. Maar het is lastig op dit soort momenten. Het was goed te zien bij zowel Go Ahead als Volendam. Dat gezamenlijke eerbetoon was prachtig. U zag de opstelling van Go Ahead Eagles. Daar zijn weinig verrassingen te melden. Bij Volendam was het puzzelen. Want nogal wat griep / corona gevallen in de selectie van Wim Jonk. Mickey van der Ven, Joey Roggeveen, de doelman Martijn Kaars, Betty, Panka. Allemaal er niet bij. Hetzelfde geldt voor Marco Tol. Mulacheri. Handig gedaan door Mulacheri. Kasi is er overheen. Mulacheri kan het ook zelf doen, waarom niet? De eerste doelpoging van deze wedstrijd in de 10e minuut. Van Samuele Mulacheri. Beukema. Er komt Go Ahead met een man of 5 nu richting het 16 meter gebied. Opgevangen, ja, oordeelt Van de Kerkhof. Dat is een overtreding van Brian Plat. De versnelling van Kuipers, die hem daar eigenlijk een beetje te ver van zich uitspeelt. Maar dan wel langs Plat tikt. Dan is er een speciale vrijtrap nodig. Deze is niet zo heel speciaal. Van Brouwers. Kopballetje. Dat is al wat leper. Scheelt niet zo gek veel, Beukema. Antonucci. Dul. James. James even inhouden. Goede versnelling. Dat is goed gevoetbald door Volendam. Echte kans. En die gaat er dan niet in. Uitstekende aanval van het elfte van Jonk. In de 15e minuut van deze wedstrijd. Had Volendam het zichzelf al wat makkelijker kunnen maken in de Adelaarshorst. Antonucci die bal binnen had geschoten. Dan bestaat de kans dat Go Ahead wat aanvallender zou gaan voetballen. Volendam moest hier over het algemeen wel raad weten met ruimte. En daar duiken ze weer op. Gorter is attent. Bal snel ingeleverd door Go Ahead. Maar in de naastloop is er niets te halen voor Volendam. Dul. Nog altijd Dul. Mulacheri biedt zich aan. De ruimte ligt aan de linkerkant. Tussenstation is Antonucci. Antonucci, goed gevoetbald. Dul, moeilijke hoek. Goede redding van Gorter. Ja, dat is echt een uitstekende keeper. 14 keer maar liefst al. De nul gehouden dit seizoen. Mulacheri, Volendam met 5 eruit en Go Ahead heeft er maar 4 achter. Dat is een overtalsituatie dus. Gaan ze dat ook uitspelen met Antonucci, Merkin. De opzet is goed, Merkin, maar de voorzet niet. En nu Go Ahead eruit. Maar dat gaat met wat minder venijn dan Volendam zo even. Maar nu zou het kunnen. Met Eyebiel, die is handig. Eyebiel, schot, Bakker met de redding.
En Bakker heeft hem vervolgens in twee instanties helemaal in zijn bezit. Leuke minuut in de Adelaarshorst. Dul. Nog net de controle. Dul, Mulacheri, draaien en schieten. Dat is een goede spitsactie van Mulacheri. Balverlies van Van Hoeven. Komt Volendam weer met beweging Antonucci, Mulacheri, Dul voor het doel. Mouwers in de problemen. Merken zichzelf in de nesten bij Go Ahead. Ja, dat leidt dan tot de openingsgoal van deze wedstrijd. En je kunt het niet onverdiend noemen. Dul schiet hem heel bekeken binnen. Maakt zijn zevende van het seizoen. Ja, Volendam meer lef, meer durf. Allemaal net wat behendiger. Mulacheri houdt deze Volendamse aanval nog in leven. Dan kan Veldmaat daar al voor een oplossing zorgen. Brouwers. Naar Kuipers. Het is allemaal zo voorzichtig, zo angstig. Allemaal terugdraaien, allemaal weer de voorzichtigheid zoeken. Ja, en Brouwers gaat dan daar even te ver in. Hij gaat in de fout. Dul open te scoren. En zo is Gorter weer eens gepasseerd. Dat is een goede bal, goede inspelpaas op Hendricks. Hendricks nog altijd. Drosten. Alle tijd voor een voorzet. Go Ahead is beter begonnen dan de tweede helft. Ja, echt alle tijd. Maar dan moet die voorzet wel een keer gegeven worden natuurlijk door Wout Drosten. Maar die deed er zo lang over dat hij nog geblokt kon worden. Het is wel een hoekschop voor de thuisploeg. Er is de corner. Vrije kopstoot voor Beukema die hem daarna weer voor zijn voeten krijgt. En dan wordt Bakker. Die inzet nou niet echt denderend was, toch nog gedwongen. Balbezit is bijna exclusief voor de Deventeraar in de tweede helft. Van Hoeven krijgt er nog voor de goal. Sterker nog, dat is een goede voorzet uit die hoek. Knappe voorzet. Maar lastig ook om richting te geven. Volendam is het echt kwijt in de tweede helft. Behoorlijke omslag in deze wedstrijd. Hier is Eje Biel voor Go Ahead. Proef van Jonker eigenlijk continu onder druk. Oh, glijpartij. En Jebiel, daar komen ze weer. De Eagles. En Jebiel met de voorzet. Drosten aangesloten. Daar is de gelijkmaker. Ja, die kon niet uitblijven op deze manier. Want Volendam komt er niet meer uit. En Go Ahead pakt het heel anders aan in de tweede helft. Respect Drosten met de 1-1. Inworp snel genomen. Dan staan ze bij Volendam een beetje toe te kijken hoe de ene naar de andere vrijkomt in het 16 meter gebied. De laatste is Drosten. Droog, goed afgerond. 1-1. Oef, dat is heel slordig gespeeld. En dan kan Botos er vandoor op zoek naar ja, de benen. Dan zal hij naar op zoek zijn geweest van doelman Bakker. En nu is Volendam weg. Met Dul. Dul moet nog haast maken om die bal binnen te houden. Dat lukt. Richting de tweede paal scheppen. En de goal ook van Mulacheri. Wat een knappe goal van Volendam. En wat slaat die Giannis Botos zichzelf nu voor het hoofd. Met dank ook aan Nordin Bakker. Die zijn ploeg op de been houdt. En bij de eerste echt gevaarlijke uitval in de tweede helft slaat Volendam toe. Eerthuizen de fout in. Botos is heel snel op de eerste meters. Is weg. 1 tegen 1 met de doelman. Doelman wint. En dan 10 tellen later. Antonucci naar Dul. En net dan op Mulacheri. Voorbij de tweede paal. Timen. Goed timen. En binnenknikken. Beukema, toch ook niet de kleinste. Goeie kopper. Afgetroefd door Samuele Mulacheri. Van Hoeven. Moet weer de jacht naar de gelijkmaker worden ingezet door Go Ahead Eagles. Nou,
levert een kansje op voor Moulenga, deze voorzet. Van Hoeven. Bul verdedigt ook mee. Nu is het wel een corner. Nu is er geen discussie mogelijk. Binnen gesleept door Bottos. Daar gaat de doelman, Gorter. Op zoek naar een punt. Go Eagles. Mag de doelman ook naar voren. Hij natuurlijk op zoek naar Roem. Daar komt hij. Het scheelt weinig of hij krijgt hem op zijn voorhoofd, Gorter. Het zou een ultiem eerbetoon zijn aan zijn collega. Maar dat is hem nog niet gegeven. Sterker nog, hij is nu weg. En Moulacheri, die is heel snel. En die gaat er 3-1 van maken. Die gaat deze wedstrijd beslissen. Of er gebeurt iets heel geks. Nee hoor, Moulacheri loopt hem binnen. Zo is het 3-1 voor Volendam. Op deze zeer emotionele avond voor beide ploegen. Maar ook een belangrijke wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Tussen twee subtoppers. En Volendam gaat dit over de streep trekken. Dankzij Moulacheri. Echt een beetje had kunnen koppen. Had Gorter hier zo 2-2 van kunnen maken. Maar nu is hij weg en is Moulacheri snel genoeg voor de 1-3. Volendam verslaat de Go Ahead Eagles met 3-1. Maandag het trieste, treurige nieuws van het overlijden van het jonge zoontje van Mitchell Michelis. En hij weet dat de emotie ongetwijfeld een rol gespeeld heeft vanavond. Dat was misschien wel goed zichtbaar in de eerste helft toen Go Ahead behoorlijk lamgeslagen oogde. Zo verslaat Volendam Go Ahead met 3-1.